Van harte welkom bij TSC TV, waarin de wedstrijd TSC tegen Excelsior Maassluis centraal staat. De pupil van de week was bij de wedstrijd TSC Excelsior Maassluis Nigel Versteeg. Hij deed iets wat het eerste elftal al twee wedstrijden thuis niet meer had gedaan, namelijk scoren. En het fluitsignaal is gevallen en daar gaat Nigel. Hij passeert één speler, hij passeert twee spelers. En kijk hem gaan dames en heren. Recht op de keeper af. Gaat hij het doen? Wordt dat een doelpunt? Ja natuurlijk! Ja hoor! Nigel scoort! Hey! Allereerst de opstellingen van beide ploegen. We beginnen bij TSC. Van der Sman op doel. Takasawa, Sjakison, Alleskan en Vierek in de achterhoede. Noël Sanaki, Van Gessel en Vink op het middenveld. En Huygens, Van Inge en Joël Sanaki in de voorhoede. Dan de opstelling van Excelsior Maassluis. Op doel Van Leeuwen. In de achterhoede Van der Ende, Altekin, Smit en Poeljes. Op het middenveld Redert, Kruithof en Rosario Almeida. En de voorhoede van Excelsior Maassluis wordt gevormd door Vega Lopez, Vink en Van den Berg. Voor de derde achtereenvolgende thuiswedstrijd ging TSC in de tweede divisie met 0-2 onderuit. In een gelijk opgaande wedstrijd was Excelsior Maassluis, algemeen kampioen van de topklasse van vorig seizoen, de meest gelukkige. De technische staf van de Tielenaren was voor de basisopstelling grotendeels teruggekeerd naar het afgelopen seizoen. Nehemia Sanaki keerde terug op het middenveld. Joël Sanaki, zijn broer, bemande de rechtervleugel. Matthijs van Gessel mocht vanuit zijn vertrouwde plaats links op het middenveld starten. En Sven van Inger stond in de spits. Alleen Rendel Sjakison, Wemilio Vink en Kai Huygens kregen als nieuwe spelers een plaats. Tot grote teleurstelling van de Tielenaren kon na de warming-up spelbepaler Vink niet starten. Hij raakte bij de wedstrijd tegen AFC aan een beenspier geblesseerd, maar leek op tijd fit. Dit was dus toch niet het geval voor Vink. Voor Vink verscheen Bart Westerlaak op het middenveld in het elftal. De opdracht veranderde er niet door. Op eigen veld moesten punten gepakt worden om tegelijkertijd onderin wat meer lucht te scheppen in de competitie. In een flauwe eerste helft, waarin beide teams wat inzet betreft wel al hun ziel en zaligheid op de mat legden, maar er verder weinig lijn in het spel viel te ontdekken, was de beste kans voor de thuisclub. Na een half uur eindigde een hoekschop van Nehemia Sanaki op het hoofd van Van Inge. De bal vloog centimeters naast het doel. Excelsior Maassluis deed weinig met een gevaarlijke indraai in de corner. Iedereen liet de bal lopen, die voorbij de tweede paal naast het doel verdween. TSC kreeg nog een tweede goede mogelijkheid voor rust. Van Inge lanceerde Huygens, die met zijn schot doelman Jean-Paul van Leeuwen niet in verlegenheid bracht. Na rust waren de bezoekers enkele malen gevaarlijk. Een crossbal van links leek een kans op te leveren voor Elson Rosario Almeida. De spits liet de bal echter knullig onder zijn voet doorlopen. Bij een vrije trap van Stefan Kruithof had Sebastian van der Sman een wereldredding in huis. Hij stompte de bal uit de bovenhoek, al had hij de lat daarbij als hulpje nodig. Drie minuten later kreeg TSC een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Westerlaken werd in de rug gelopen en de bal ging op de stip. Van Gessel echter, hij had tot nu toe nog nooit een penalty voor TSC gemist, schoot te slap in en doelman Van Leeuwen stopte de bal. Door dreigend onweer staakte de uitstekend leidende arbiter Stef Weekamp vervolgens de wedstrijd. Na 20 minuten ging het weer verder op Sportpark de Lok. De slotfase van ruim een kwartier was helemaal voor TSC. Een inzet van invaller Ronaldo Jongebloed na een solo van Aki Takasawa werd op de lijn geblokkeerd. Vijf minuten voor tijd schoot Van der Sman slordig uit. Van den Berg pikte de bal op en deze schoof hem in het lege doel. 0-2. In de extra tijd raakte Jongebloed nog eens de paal. Ja.
Frits van den Berg, op zich heeft TSC gewoon een goede voetbalwedstrijd gespeeld, maar toch weer 0 punten. Ja, dat is hard gelach. Ik vind dat we, ja, inderdaad, je hebt gezegd, we hebben een goede wedstrijd gespeeld. En we hebben eigenlijk in grote delen van de wedstrijd hebben we echt gedomineerd. En dat stelt me ook wel weer gerust. Maar de uitslag is natuurlijk totaal verkeerd. We zijn eigenlijk weer Sinterklaas aan het spelen, twee keer. Want we verliezen de wedstrijd met twee kinderachtige momenten in het verdedigen. Greg die bij de eerste goal in de fout gaat. En over de tweede bal hoeven we het verder niet over te hebben. Ondanks dat krijgen we natuurlijk gewoon kans om de wedstrijd in hand te nemen. Ja, cruciaal was natuurlijk de penalty. Ja. Die werd genomen door Matthijs van Gessel. Ja. Staat hij op nummer 1 in de hiërarchie? Want je zou zeggen, Rendels Jaakjesson is de nummer 1. Ja, maar Matthijs van Gessel heeft nog nooit voor TEC 1 strafschop gemist. En hij zegt ook tegen mij, net na de wedstrijd, hij zegt, trainer, dit is de eerste keer dat ik een strafschop heb gemist. En, ja, nou ja. Kan gebeuren natuurlijk, maar dat was wel op een uiterst vervelend moment dat die bal er niet in ging. Ja, 3 minuten nadat we met 1-0 achterkomen, krijgen we de kans om de wedstrijd daar weer naar ons toe te trekken met die strafschop. Ja, en die gaat er dan niet in. En dan, maar goed, daarna hebben we toch nog genoeg momenten gehad om het te repareren, denk ik. Ja, kansen genoeg, maar de afmaker is er niet. Nee, we hebben geprobeerd om er uiteraard een extra spits bij te brengen met Ronaldo. En de zijkanten te bezetten aan de rechterkant met Keurt. Ja, was gekozen voor Ronaldo Jongebloed en niet voor je Bartels. Nee, we hebben duidelijk de keuze gemaakt voor Ronaldo. Omdat we van de week met de training ook een aantal momenten hebben gehad. Hebben denken, nou, Ronaldo is er klaar voor. Niet voor een hele wedstrijd, maar wel voor een invalbeurt. Twee prima kansen gehad. Had ook moeten benutten, laten we eerlijk zijn. Maar goed, we hebben alles of niks gespeeld op het einde van de wedstrijd. Met gewoon 4 spitsen en uiteindelijk hebben we 0. Rendels Jaakjesson, een goede wedstrijd gevoetbald, maar toch weer 0 punten. Ja, dat klopt. Helaas hebben we weer niet gewonnen. Maar we blijven de positieve spirit houden. Ja, als je ook kijkt naar de wedstrijd van vorige week tegen AFC Amsterdam. Daar ben ik zelf ook bij geweest. Was gewoon een goede pot voetbal. Ja, zeker. We spelen goed voetbal. Helaas winnen we niet, maar we zijn bezig met de stijgende lijn en dat moeten we gewoon vasthouden. Als je de vinger op de zere plek wil leggen, waar zit dan het probleem? Je moet doelpunten maken, meer dan de tegenstander. Ik denk dat dat alles is. We voetballen goed, we zijn goed bezig. Dus als er doelpunten komen, dan komt alles goed. Ook in deze wedstrijd weer voldoende kansen gehad, maar die bal gaat er gewoon niet in. Is dat ook pech? Ja, ook een stukje pech. Maar het moet ook meezitten, maar dat is voetballen. Jouw eigen spel, tevreden? Ja, ik probeer mijn steentje bij te dragen. Ik kan altijd beter, maar zoals het nu gaat, dan mag ik redelijk tevreden zijn. Ja, je speelt nu een aantal wedstrijden in het wit-oranje van TSC. Hoe bevalt het in Tiel? Ja, goed. Ik ben goed opgevangen door de jongens, door de staf ook. Dus het bevalt me zeker goed. Nou, we gaan jou en het team natuurlijk veel succes wensen. Eerst maar moet het maar gaan gebeuren dan in Haarlem tegen de HFC. Goede ervaringen bij HFC gehad als AFC'er? Wisselvallig. Winnen, niet winnen. Maar ik denk dat ze iedereen ze verslaan in deze competitie. Dus we gaan daar ons gewoon volop richten en 3 punten mee naar Tiel nemen. Neem Yasunaki, man of the match, maar je koopt er niks voor. Je koopt er echt heel weinig voor. Heel weinig. Moet frustrerend zijn, hè? Want je bent helemaal niet de onderliggende partij, maar gewoon weer 0 punten. 0 punten inderdaad, daar heb je helemaal niks aan. We hebben geen slechte partij gespeeld uiteindelijk, maar doelpunten vallen aan de verkeerde kant. Dus wel kans gecreëerd. Uiteindelijk voetballend geen slechte partij op de mat gelegd. Maar jouw eigen spel, dat was oké, hè? Genoeg vuur erin. Hoe heb je het zelf beleefd in het veld? Ik heb persoonlijk geen slechte wedstrijd gespeeld. Ik heb natuurlijk vorige week niet gespeeld, dus voor mij was het fijn dat ik vandaag wel begon. Ik denk dat ik aan de bal wel goed was en inderdaad in de druk zetten dat we dat wel goed zat. Maar goed, ik ben toch wel teleurgesteld, omdat we natuurlijk niet hebben gewonnen vandaag. Ja, zo goed gaat het op het ogenblik niet, maar het kwartje kan ook zomaar de andere kant op voetbal opgaan. Als je kijkt naar vorige week AFC uit, dat was ook helemaal geen slechte partij van TSC, ook 0 punten. Wanneer is het keerpunt daar? Ja, ik denk dat we gewoon zo door moeten gaan. Ik denk dat je vandaag hebt gezien dat we wel gewoon een goede pot hebben gespeeld. Daar koop je weinig voor, maar ik denk dat we zo door moeten gaan.
Ik denk dat er weinig ploegen zijn geweest tot nu toe die ons echt van de mat hebben gespeeld. Ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik denk dat we gewoon hard moeten trainen. En volgende week een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, dan moet het maar gaan gebeuren in Haarlem tegen de Koninklijke HFC. Juist, die kennen we. Vorig jaar wel lastig gehad daar natuurlijk. Maar ja, we moeten gewoon doorgaan. En ik denk dat we gewoon een goede selectie hebben. Dat we een brede selectie hebben en dat het genoeg goede jongens zijn om uiteindelijk het om te draaien. Nou, nogmaals gefeliciteerd als zijnde man of the match. Dankjewel. Dankjewel. Dan de uitslagen van de wedstrijden gespeeld in deze ronde. Barendrecht Kozakken Boys 2-0. GVVV tegen de Koninklijke HFC 3-1. Spakenburg AFC 1-2. Katwijk de Treffers 2-2. HHC Hardenberg FC Liende 0-1. VVSB UNA 3-2. TEC Excelsior Maassluis 0-2. En Jong AZ Jong Vitesse 5-0. Dan de stand per 2 oktober 2016. Bovenaan Jong AZ 17 punten. AFC uit Amsterdam op de tweede plaats met 16 punten. VVSB 16 punten. GVVV uit Veenendaal op de vierde plaats met 15 punten. En Kozakken Boys die staan op plaats nummer 5 met 14 punten. TC vinden we terug op plaats nummer 14. Nog steeds 7 punten en dat uit 8 gespeelde wedstrijden. Dan de beoordeling van de spelers van TEC. Nemi Asenaki, hij werd man of the match, kreeg een 8. Aki Takasawa, ook een 8. Rendel Shakisson, een 7.5. Ibrahim Alleskan, een 7. Mohamed Nouri, een 7. Bart Westerlaken, een 6.5. Gregory Vierek, een 6.5. Sebastiaan van der Sman, de keeper, een 6.0. Sven van Inge, een 6. Joel Sanaki, een 6. Matthijs van Gessel speelde geen gelukkige wedstrijd, een 5.5. Kai Huygens, een 5.5. Ronald door Jongebloed een 5 en Kurtley de Wind, hij viel in de tweede helft en kreeg ook het cijfer 5. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 16 oktober. Dan wordt op Sportpark de Lok vanaf 2 uur de wedstrijd TSC tegen Jong Vitesse gespeeld. De eerstvolgende wedstrijd van TSC uit is zondag 9 oktober. Dan gaan de Oranje-Witte naar Haarlem voor de wedstrijd Koninklijke HFC tegen TSC. Tot zover deze aflevering van TEC TV. Graag tot de volgende keer.